De faculteit der medische wetenschappen heeft tezamen met het academisch ziekenhuis Paramaribo een lezing, tevens workshop, georganiseerd over het vroegtijdig herkennen van cerebrale parese, CP. Dit is de meest voorkomende neuromotorische aandoening bij kinderen. Deze kinderen hebben moeite met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging die ontstaan is voordat het eerste levensjaar is bereikt. Volgens de organisatie is diagnose stelling op vroege leeftijd van groot belang voor het welzijn van kinderen en de familie. Volgens Els Ortibus, kinderneuroloog en revalidatiearts van het Universitaire Ziekenhuis Leuven, kan cerebrale parese gediagnosticeerd worden in het eerste levensjaar. Niet zeggen dat dat altijd zo is. En wij hebben dat ook niet altijd gezien. Maar er zijn natuurlijk een aantal kinderen bij wie we het al weten, hè, zoals ik zei, door wat we zien op de echografie. Er zijn er een aantal andere, en ik heb daar ook wel video's van, waar bepaalde klinische tekenen echt wel heel kenmerkend zijn. En als je dat een beetje in de vingers begint te krijgen, dan ga je leren dat je dat eigenlijk in dat eerste levensjaar toch ook al wel soms heel goed kan zien. Het is belangrijk van in het begin van de ouders en onthaalmoeder, hier heet dat niet zo, de oppas, van die eigenlijk mee te krijgen in het verhaal. Hè. Omdat het belangrijk is van in het begin, ja, elk soort van therapie die er nodig is in te schakelen. En de ouders moeten ook mee zijn in dat verhaal. Moeten ook een klein beetje realistische verwachtingen hebben natuurlijk. En het duurt soms wel eventjes voor ze helemaal mee zijn. Maar daarom is het ook zo nuttig van al in het begin de ouders te informeren. Ortibus zegt verder dat cerebrale parese drie belangrijke aspecten heeft, namelijk snelle doorverwijzing naar diagnose, specifieke en vroegtijdige interventies om motorische en cognitieve plasticiteit te optimaliseren en secundaire complicaties te voorkomen. Wat ook belangrijk is bij CP is de oorzaak, zegt Ortibus. Van sommigen weten we het, de prematuur geboren kinderen bijvoorbeeld. Van anderen is het soms een zoektocht, soms gaat dat heel snel. Maar bijvoorbeeld een kind dat zich presenteert met een hemibeeld en op de scan toont het een infarct. Dan nog moet je niet zeggen van oké, het is een infarct, ja goed, we weten het. Nee, we gaan nog verder zoeken naar wat is de onderliggende oorzaak daarvan. Enerzijds voor het kind zelf heeft het nog kans dat het nog eens een infarct doet. En anderzijds voor de volgende zwangerschappen van die ouders hebben zij een risico dat bij een volgende zwangerschap hetzelfde gebeurt. Dus daarvoor is er toch ook nog wel wat werk, zelfs al heb je dan op de scan eigenlijk dat letsel gezien. Er is op dit moment nog geen genezing mogelijk, ondanks het feit dat ouders ons denken dat we met stamcellen nu al alles kunnen oplossen. Dat is niet zo, we staan daar al vrij ver in. Maar we staan op het niveau bijvoorbeeld dat we een pluripotente stamcel kunnen omtoveren in een neuron, maar dan nog niet op de juiste plaats krijgen. Misschien kunnen we dat met een spiercel al wel, maar daar beperkt het zich toe op dit moment. Dus laat de ouders alsjeblieft geen miljoenen SDR's of SRD's uitgeven aan stamceltherapie, want dat zal op dit moment nog geen effect hebben. Kinderneuroloog en revalidatiearts Els Ortibus van het Universitaire Ziekenhuis Leuven uit België. Ze sprak gisteravond tijdens een lezing over de neuromotorische aandoening cerebrale parese. De lezing is gehouden in het VMS-gebouw.